Hoi, goed dat je weer kijkt. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen geven een drietal Amersfoortse kandidaten de mogelijkheid om een statement te plaatsen. Daarnaast hebben we een aantal studenten gevraagd om hun mening over de verkiezingen. Natuurlijk hebben we in deze uitzending ook weer gewoon een uitleg, een kijkersvraag. Maar we starten met de ronde waar vandaag besproken werd wat de rol van de stad kan zijn in het sluitend maken van de begrotingen. We vinden het heel belangrijk dat we echt naar de wijken gaan, dat we naar de bewoners gaan en dat we met ze gaan overleggen wat zou je kunnen bezuinigen binnen je wijk of wat zou je meer willen hebben of minder willen hebben, zodat we de meningen van de bewoner mee kunnen wegen in onze besluiten straks als we gaan kiezen voor die bezuiniging of die ander. Er wordt hier gesproken ook over lastenverzwaring, dat vinden wij eigenlijk niet acceptabel. En dan misschien wil een burger liever iets minder van iets hebben en dan de lasten niet verzwaard krijgen. Dus laten we dat maar even met elkaar bespreken. Wij vinden het heel belangrijk dat je gewoon een inhoudelijke discussie voert. Dat je kijkt wat je met de stad wil. Dat je bepaalde principes hebt die je wil betrekken bij bezuinigingen. En niet zomaar hier en daar wat wegsnijden. Dus het plan dat vanavond voor ligt, ja, daar krijgt het college geen applaus van ons. Vote for me, vote for me, vote for me. Dag. Ik ben Ad Meijer en ik ben lijsttrekker voor de SP bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Als u net als wij vindt dat een aantal zaken goed moeten veranderen, dan is de SP voor u de oplossing. Want de provincie Utrecht zorgt niet goed voor mensen die in sociale huurwoningen wonen. De provincie Utrecht zorgt niet goed voor de mensen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, want die wil daar flink op bezuinigen. De provincie Utrecht zorgt niet goed voor de mensen die banen nodig hebben. En de provincie Utrecht moet dus een aantal andere keuzes maken, net als dit kabinet. En daarom is dit het moment om SP te stemmen. Vanaf deze week zullen we elke week verschillende groepen mensen gaan onderzoeken. Deze week onderzoeken we onder andere of studenten inderdaad niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Nou, van mijn mening is dat niet zo. Want ik ben student, maar ik ga sowieso stemmen. De ene student die wil die interesseert zich wel een beetje erin. Maar de andere student die... Dat boeit het niks. Ik hou me er zelf niet mee bezig, nee. Nee. En waarom hou je je niet mee bezig? Ik vind het niet interessant. Nee. Ja, bij mij hetzelfde. Nou, op zich. Ik kijk wel het nieuws en zo, dus ik volg het wel. Ik ben wel geïnteresseerd, omdat het toch heel veel dingen zijn die ons aan studenten aangaan. Zoals de studiefinanciering en dat soort dingen allemaal. Wat is geïnteresseerd? Ik hoor er wel van wat er zeg maar rondspeelt, maar het is niet dat ik me er echt mee bezig mee hou. Omdat ik ook daarnaast school heb en andere dingen. Ik zelf vind dat wel interessant om een beetje mee te kijken. Ik ben nog niet oud genoeg ervoor, maar ik vind het toch wel interessant om af en toe in het nieuws de nieuwe ontwikkelingen te zien. Binnenlands, buitenlands, weet je hoe alles gaat. Vote for me, vote for me, vote for me. Hallo, ik ben Hiske Land, nummer 13 van de lijst van GroenLinks voor Provinciale Staten. Provincie, belangrijk, u moet gaan stemmen. Bij voorkeur op GroenLinks, net zoals ik ga doen. Want ik vind de fiets belangrijk. Ik vind duurzame energie belangrijk. Dat er een goed fonds komt waar mensen kunnen investeren. Ik vind dat er minder in het buitengebied gebouwd moet worden. Daarom stem ik op GroenLinks. En u, hopelijk ook. Klopt het dat studenten niet gaan stemmen? Ik denk dat er genoeg studenten zijn die er echt geen zak aan vinden, zo gezegd. Nou, dat klopt niet. En waarom niet? Nou, omdat ik ben student en ik ga echt wel stemmen. Dat vind ik gewoon belangrijk, omdat ik vind dat iedere stem telt. Nou, ik ben nog minderjarig, dus ik mag sowieso niet stemmen. Maar als ik meerderjarig zou zijn, zou ik het wel doen om toch mijn stem mee te laten tellen. Ik ga denk ik wel stemmen, omdat ik dan met mijn ouders meega. Ik zou wel stemmen als het kon, maar ik kan het helaas nog niet. Ik zelf stem niet, maar ik interesseer me er wel in, dat wel. Ik zelf gewoon niet stemmen, dus... Omdat ik me niet goed erin verdiept heb en als ik wil gaan stemmen, dan wil ik wel weten waar ik op stem. Voor deze verkiezingen heb ik ook verder nog niet nagedacht wat ik ga doen. Dus ga jij stemmen op 18 maart? Ik denk het niet. En wat zou er moeten gebeuren om dat nog te veranderen? Ja, ik weet het niet. Ik ben er eigenlijk ook weinig over geïnformeerd. Ik denk dat er op de scholen meer voorlichting gegeven moet worden. Dat er meer uitgelegd moet worden wat er nou precies gebeurt. Misschien kunnen ze meer voorbeelden gebruiken vanuit de politiek, hoe dingen werken. Bijvoorbeeld één keer per week dat er iemand langskomt en even vertellen over hoe en wat. Dat zou wel handig zijn, ja. Kunt u maar uitleggen wat de waterschapsverkiezingen inhouden? De waterschapsverkiezingen zijn eigenlijk de oudste verkiezingen in Nederland. En het is bedoeld om onze voeten droog te houden. He? Vanaf het begin wilden wij natuurlijk op een droge plek wonen. En het waterschap gaat over het stroomgebied van een bepaalde rivieren. Zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Alles wat daartussenin zit. Dus het is deels Utrecht, deels Gelderland.
Het gaat over het bouwen van dijken. Het gaat over het afvoeren van water naar de open zee. En dat het op een goede manier gebeurt. En als dat namelijk niet op een goede manier gebeurt, wat gebeurt er dan? Nou, wij zitten hier natuurlijk wel heel dicht bij de open zee. En als er hier dijken doorbreken, zoals langs de Eem, dan kunnen we daar flink overlast van hebben. Of als er heel veel regen valt en het wordt niet op de goede manier afgevoerd, dan krijg je allemaal ondergelopen kelders. En daar gaat de waterschap daarover. Hans Prins, er is een kijkersvraag voor je binnengekomen. GroenLinks heeft een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Buitelaar. Wat zijn nu de gevolgen? Nou, het is in ieder geval een heel duidelijk signaal van onze kant om te laten zien dat de wethouder het niet goed gedaan heeft. Specifiek in dit onderwerp. En hij moet dus goed gaan nadenken hoe hij dat de volgende keer beter kan doen. Dus eigenlijk kan je het zien als een laatste waarschuwing. En dan als er daarna nog wat gebeurt? Nou ja, de volgende stap is als het echt verkeerd blijft gaan, een motie van wantrouwen. En dan vraag je eigenlijk aan de wethouder om op te stappen. Klopt het dat studenten die nu nog niet mogen stemmen, willen dat de leeftijd omlaag gaat, zodat ze wel kunnen stemmen? Ik denk dat dat heel erg verschilt per student. Ik zou het zelf wel fijn vinden dat ook minderjarigen ook een stem hebben en het ook willen laten horen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel onderwerpen waarvan mensen nog genoeg denken van onder de 18, van daar wil ik eigenlijk wel mee bepalen. Maar denk je dat jongeren van 16 daar eigenlijk wel verstand van hebben om zo op zo'n toch wel belangrijk thema en mening over te hebben? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ja, dat is het dus ook. Kijk, als jij 15, 16 bent en je hebt helemaal geen verstand van hoe wil je dan een goede partij gaan kiezen? Kijk, die ene stem kan toch een verschil maken. Vote for me, vote for me, vote for me. Ik ben Rob van Muilenkom, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Het gaat weer beter in Nederland. Gelukkig. Maatregelen zijn genomen, hadden al lang genomen moeten worden. Maar wat blijkt nu? De economie groeit weer. Er komen meer banen, de woningmarkt trekt aan. Daar ben ik heel trots op. In de Provinciale Staten zal ik gaan voor banen, maar vooral ook voor lager opgeleiden. Voor betaalbare woningen, maar ook woningen die goed geïsoleerd zijn. Lagere woonlasten en een aantrekkelijke omgeving waar mensen kunnen genieten van het buitengebied. Op basis van ons onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de studenten wel geïnteresseerd is in de politiek. De studenten die nu nog niet mogen stemmen, zouden dat wel heel graag willen doen en vinden dan ook dat de stemleeftijd omlaag moet. Van de studenten die nu al wel mogen stemmen, zal op 18 maart een helft niet gaan stemmen. Ook is gebleken dat vrijwel alle studenten vinden dat ze beter geïnformeerd moeten worden over de politiek. Dankjewel voor het kijken. Volgende keer zijn we natuurlijk gewoon weer. En als je ons in de tussentijd wil volgen, dat kan op Twitter @033_Eva. Doeg!